Heer Van Dijkenspeler. Voorzitter, ja, dit is buitengewoon hypocriet wat ik hier hoor. Want praten over mensenrechten, daar gaat het helemaal niet over. Dat is hartstikke goed, dat moet u vooral doen. Het gaat erom dat het kabinet hier heeft besloten om een motie van de Tweede Kamer te negeren. Om een officiële afvaardiging naar dat WK te sturen. Om daar een feestje te gaan vieren op een massagraf in zo'n stadion. Dat kunt u niet menen. Stop daarmee, zeg ik tegen de minister. Doe dat niet. De minister. Ja, voorzitter, ik sta daar toch anders in. Ik vind dat niet hypocriet. We nemen onze verantwoordelijkheid om na te denken en daar een antwoord op te geven. Wat wij denken op dit moment in de tijd een verstandig besluit is. Dat besluit hebben we niet lichtvaardig genomen. Dat is een brede afweging geweest. Waarbij we wel degelijk de ernst van de situatie van de mensenrechten en schendingen in het verleden op ons hebben laten inwerken. Maar die afweging is echt breed gemaakt, nogmaals niet lichtvaardig. En ja, ik wijs de woorden hypocriet daar toch echt van de hand. Ik vind dat ook het nemen van de verantwoordelijkheid als lid van het kabinet en ook als heel kabinet.